beste kijkers. Goedenavond. Ja, het heette van de zomer, de zomergasten, maar we zijn een paar maandjes verder. Decembergasten van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. Met drie gasten vandaag. De voorzitter van Zorg en Zekerheid Leiden, Marcel Verburg. De hoofdcoach Geert Hammink en de voorzitter van de Dutch Basketball League, Ramses Braartman. Mannen, goede avond. Goedenavond. Netjes met een schotje ertussen. Uiteraard houden wij ons duidelijk aan alle regels en alle veiligheid die er momenteel geldt. Marcel, misschien kerstmuziek in jouw oren een poosje terug toen jij hoorde dat er toch weer gebasketbald gaat worden. Wat is jouw reactie op het feit dat de DBL weer gaat beginnen? Nou ja, fantastisch natuurlijk. Want niet spelen is, dan ben je ook niet in de picture. En dan kun je eigenlijk helemaal niets. Ook commercieel kun je niets. Je kunt nog wel een beetje verbinding leggen met de achterban, met je fans en je sponsoren. Maar dat is allemaal heel beperkt. En ja, wat we natuurlijk toch missen is gewoon een competitie met spanning en het mooie spel. En ja, helaas, het zal straks ook weer zonder publiek gaan. Maar liever zonder publiek, maar in ieder geval wel spelen. En we zien er naar uit. Kan ik me zeer goed voorstellen. We hebben lang moeten wachten. Wel twee wedstrijden gehad, maar die waren ook nog eens uit. Dus hopelijk ook straks hier weer hier naast ons in de 5 mei hal. Ramses, jij schuift aan in jouw rol als voorzitter van de Dutch Basketball League. Kun jij ons iets vertellen over wat er al bekend is, over hoe jullie de competitie straks weer gaan opzetten? In welke opzet, welke speelvorm? Is er al iets van bekend? Nee, daar is nog niks over bekend. In zoverre niet in de buitenwereld. Ja. Omdat we aanstaande zaterdag met de ledenvergadering een definitieve herstart bespreken. Er liggen twee scenario's en daar gaan we zaterdag over verder praten. In ieder geval is het gepland dat we 16 januari starten. Ik denk dat dat voor nu de marker is voor fans en sponsors en alle betrokkenen bij het basketbal. En het is goed dat we er weer zijn en ons kunnen laten zien. Zij het inderdaad, zoals Marcel zegt, zonder publiek. Maar we hopen dat, dat gaandeweg het seizoen daar verandering in komt. Een vraag die ik voorbij hoorde komen was bijvoorbeeld iets als blijven de eerdere uitslagen staan. Ja, dat wordt waarschijnlijk meegenomen en daar zijn jullie nog mee bezig in hoe gaan we het opzet precies doen. Hangt helemaal is dat van, wel definitief wat je daarmee doet? Nee, dat is nog niet definitief. Okay. Nee, nogmaals, dat is dus aanstaande zaterdag zitten wij met de leden en we nemen daar een besluit over. Ja. Ja. Nou, jullie spelen natuurlijk onder de verschillende coronamaatregelen. En er zijn ook protocollen voor, dacht ik, hè, vanuit NOC-NSF. Ja. Kun je daar ja. iets over vertellen wat die betekenen voor de clubs in de DBL? Nou, dus eigenlijk continu, wekelijks geschakeld, zowel in de tijden dat we nog in de lockdown zaten als daarvoor en ook nu nog met NOC-NSF, maar ook met VWS, met andere partijen, met politieke lijntjes in Den Haag, om te kijken of onze lobby namens de topsporten kracht bij konden zetten. Dus dat is niet alleen basketbal, maar er zijn meerdere sporten bij aangesloten geweest. En in ieder geval is er nu een werkbaar protocol. Dat sluit nauw aan op het protocol wat we eigenlijk als clubs allemaal hadden toen we startten. Toen hadden we protocollen ook liggen voor het publiek. Hè. Samen met de veiligheidsregio's per speellocatie hadden we dat allemaal goed geregeld. En nu ligt er een protocol met de duidelijke richtlijnen. Het zijn adviezen van de NOC-NSF. Maar daarin komt voor het testbeleid, hoe we omgaan met elkaar, met regels in de zaal. Zo min mogelijk reisbewegingen proberen te realiseren. Nou ja, daar hebben we al minder last van, nu we geen fans hebben. Maar dat is een heel helder protocol en dat is eigenlijk vandaag officieel vrijgegeven. Dus iedereen staat nu aan het bestuderen. Yes. En kijken wat dat voor implicaties heeft en hoe wij dat werkbaar kunnen maken als DBL. Hè? Want we gaan daar wel onze eigen DBL-afspraken opleggen. Dus het is niet zo dat we één op één zomaar het protocol gaan naleven, omdat het niet heel specifiek is voor basketbal of voor andere sporten. Dus wij gaan nog kijken wat we onze eigen regelgeving op kunnen leggen en dat met elkaar afspreken. Ja, ja. Ik kan me voorstellen. Dat gebeurt zaterdag trouwens. Ja, in de DBL-vergadering waar alle clubs ook vertegenwoordigd zijn en jullie als bestuur. Inderdaad. Kun jij al iets vertellen over bijvoorbeeld testen? Is natuurlijk iets heel zichtbaars. Hè? Van hoe gaat er getest worden? Hoe vaak? Is dat een heel kostbaar iets? Nou, dat is op zich goed nieuws. Er zijn twee soorten tests. Misschien iets technisch, maar je hebt een PCR-test, dat is een neus en mond. En je hebt een antigeentest en dat is een methode die iets anders is. En minder medische begeleiding vergt. En het is nu toegestaan dat we in ieder geval met de antigeentest aan de slag mogen. Richtlijn is tijdens de competitie twee keer per week testen. Dat is één keer door de week en één keer op de wedstrijddag zelf. En tijdens de opbouw, dus naar 16 januari toe, gedurende de trainingsweken één keer per week.
De tests worden gezamenlijk ingekocht bij NOC en NSF. Die hebben een mooie prijs kunnen uitonderhandelen en dat kost een test kost via de inkoop van NOC en NSF 5,08 euro. Ja, echt specifiek 8 cent. Het was 6,20 euro. Dat betekent dus als je 17 mensen laat testen, je staf en je spelers, dat je dat 2 keer per week moet doen. Nou, dan kan je de kosten ongeveer uitrekenen die erbij komen. En dat is te overzien, laten we het zo zeggen. Het is een onverwachte kostenpost, maar het is te overzien. Ja. Lijkt me niet iets wat clubs ervan zou weerhouden om te testen. Bovendien moet je op een gegeven moment testen, maar het is ook niet echt een enorme molensteen die opeens financieel. Het testen wordt verplicht. Dus wil je kunnen spelen, dan moet er getest worden. Dus zo simpel is het ook wel. Ja. Ja. Ik ga straks weer terug naar Marcel en Geert. Als jullie het goed vinden, gaan we even door met Ramses over de uitwerking om de competitiestart mogelijk te maken. Mm-hmm. Ik zou me kunnen voorstellen dat er toch op een gegeven moment positieve tests zijn, onverhoopt. Is daar iets over vastgelegd of is de DBL daarmee bezig om te zeggen, als er binnen team 1 iemand is, kan de wedstrijd niet plaatsvinden of 2, of ik heb geen idee, maar is er zo'n scenario? Ja, dat hebben we nog liggen van de start van de competitie en we gaan zaterdag kijken of we dat nog moeten tweaken, aanpassen naar de nieuwe richtlijnen. En er staat ook in de richtlijnen bijvoorbeeld dat je op de wedstrijddag positief test, dat dan het hele team in quarantaine zou moeten voor 5 dagen. Maar we kijken of daar andere methoden mogelijk is. Want in het voetbal, dat wijkt echt wezenlijk af van hoe het in het voetbal gaat. Als daar iemand positief test en de rest negatief, dan wordt diegene die positief wordt getest uit het team gehaald en in quarantaine gezet. En de ploeg gaat gewoon spelen. Maar nogmaals, we zullen daar ook daar, ik heb niet, wat dat betreft niet veel definitief nieuws te melden. In ieder geval, daar gaan we ook zaterdag een besluit over nemen. Hoe we daarmee omgaan. Staat op de agenda. Ja, akkoord. Maar we willen in ieder geval, laat dat duidelijk zijn, zo zorgvuldig mogelijk met de kans op zo min mogelijk verspreiding van het virus, proberen hiermee om te gaan. Het is niet alleen onze plicht als topsport, maar ook onze maatschappelijke plicht. We willen graag spelen, dan moeten we ons ook daarnaar gedragen. En dat proberen wij gewoon high-end en op een professionele manier te doen. Ja, dat blijkt uit alles. Er is in die aanloop naar dit besluit veel aandacht geweest ook van de diverse zaalsporten of buitensporten, volgens mij als hockey. Maar gewoon, hoe lobby je nou, hoe zet je dat nou in beweging? Het voetbal, ik kreeg die ruimte toen, het vrouwenvoetbal. Kun jij iets vertellen over hoe jullie als clubs of als league of misschien met andere sport hebben kunnen lobbyen richting de politiek onder andere om dit voor elkaar te krijgen? Ja, nou, er was sowieso een wekelijks corona-overleg met NOC, NSF en topsport afgevaardigden. Nou, de DBL zat daar iemand in van Donar, Gertjan Zwaving, de secretaris. Die heeft daar wekelijks in de corona-call gezeten. Daarnaast hebben we allemaal persoonlijke contacten. We weten dat we bijvoorbeeld goede lijntjes hebben met de top van NOC, NSF. Maar we hebben ook indirecte lijntjes met Haagse politici. En daar hebben we regelmatig contact mee gehad. Mensen rondom de minister van de ARK ook, om te kijken, om te polsen van hoe staat zij daarin. Nou ja, ze heeft heel lang natuurlijk, heeft ze topsport gewoon niet meegenomen buiten het voetbal in haar beleid. En gelukkig is daar vanuit allerlei hoeken, gewoon met goede steekhoudende argumenten, is besloten om 5000 topsporters de ruimte te geven. Wat mij overigens, dit is een zeg ik op persoonlijke titel. Wat mij daarbij verbaasd heeft, is dat het meteen zo breed is. We hebben als basketbal gezegd, we zijn een professionele sport. We hebben full profs rondlopen in de competitie. Niet allemaal, maar wel grotendeels. Wij kunnen dit heel goed aan. We vragen ons af of het in alle sporten zo is. Maar goed, ik ben heel blij voor de topsport in de brede zin van het woord. Omdat de impact van die 5000 sporters minimaal zal zijn op de verspreiding van het virus. Te meer omdat je ook extra zorgvuldig bent als speler met wie je omgaat en hoe je contacten onderhoudt. Ja. Mooi. Marcel, zie jij daar een rol voor de club? Zet ze bijna los van het protocol van het NOC-NSF en de detaillering die de DBL daarvan gaat maken van wat kan ZZ Leiden allemaal doen om die kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden? Nou ja, zoals Ramses al zei, dat protocol dat zal ook voor ons de leidraad zijn. En wij moeten alleen zorgen dat we het ook intern zodanig organiseren dat die leidraad ook wordt nageleefd. En daar is ook weer onze coach en het teammanagement nauw bij betrokken. En op die manier zal dat zeker goed voor elkaar komen.
Geert, we gaan straks een uitgebreide blok met jou doen. Maar gelukkig gaan we het ook niks ten nadele van de uitstekende uitleg over Randers, maar ook over de basketbalsport hebben. Maar al kort vast even, hoe viel dit nieuws bij jouzelf en bij de spelersgroep dat er weer perspectief is, dat er weer wedstrijden komen? Nou, opluchten, denk ik. Ik denk dat Ramses dat goed zei en Marcel dat ook benadrukte. Ik denk in de afgelopen 3 maanden wat frustrerend was, is dat wij als enige beroepsgroep samen met de horeca niet mochten werken. Iedereen mocht op de een of andere manier zijn werk verrichten, alleen topsport niet en horeca. Nou, als dan het goede nieuws komt, wat is er nu, 1,5 week geleden? Dat is een grote opluchting. Dan mag je weer gaan werken en dan mag je specifiek met... we zijn natuurlijk gelukkig gewoon in de samenleving dat ons werk ook nog iets is dat we heel graag doen. En dat we dus weer mogen gaan werken en weer gaan basketballen en spelletjes mogen gaan spelen. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Gaan wij vast ook op het veld straks terugzien. Marcel, we gaan een blokje doen. Ik wil trouwens een kleine toelichting geven op wat jullie misschien in beeld zien op die mooie ballen. 15 jaar, kun jij misschien iets over vertellen, Marcel? De bal bij Ramses en Geert onder andere. Waar slaat dat eigenlijk op? Nou ja, Leiden heeft een fantastisch basketbalverleden. Dat speelde zich af in de, laten we zeggen, 70er en 80er jaren. Met misschien wel het absolute hoogtepunt, het landskampioenschap van Park en Leiden. Maar in 1986 is het topbasketbal verdwenen uit Leiden. En in 2006 ben ik samen met onder andere Tjeerd Scheffer en Theo Kneijnenburg weer begonnen. En samen met hoofdsponsor Zorg en Zekerheid. En nog een hele grote groep sponsoren die ook dit jaar nog steeds sponsor zijn bij de club. En dit is het 15e jaar dat we weer terug zijn op het allerhoogste niveau. Vandaar de 15 jaar en daar zijn we heel trots op. En terecht. Was jouw buurman Ramses Braakman eigenlijk ook al dat eerste seizoen al bij de club betrokken? Absoluut, absoluut. Ja, ik kende Ram al van voor die tijd, ja, maar ik wist ook dat het een basketballiefhebber was. Ja, dus ik heb hem ook meteen benaderd. Ja. Mooi. Op jouw bal zien we het niet, maar bij de andere twee mannen luid en duidelijk. Marcel, corona, Leiden is een club met heel veel sponsors. Gelukkig ook veel continuïteit, je noemde het eigenlijk al even, vanuit de hoofdsponsor. Maar toch de impact op de businessclub. Wat merk je daar in dit seizoen van? En misschien ook al vooruitkijkend, er moet toch ook geld binnenkomen. Hoe staat het ervoor? Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk al het drama meegemaakt dat we, of tenminste halverwege, maar toch nog in het seizoen, het vorige seizoen, moesten stoppen. En dat had nogal wat consequenties, want op het moment dat je stopt, dan hoop je dat je op de een of andere manier toch nog door kan gaan. Als je op zo'n moment natuurlijk kan zeggen, en nou stopt het, en iedereen wordt ontslagen en het is meteen afgelopen en we hakken alle kosten af, dan kun je natuurlijk heel veel schade nog voorkomen. Maar zo werkt het niet. En dat zie je eigenlijk ook dit seizoen weer. Wij leefden door die zomer heen. Het zag er goed uit. We wisten dat we niet helemaal volle bak zouden kunnen gaan spelen hier met een vol publiek. Mm-hmm. Maar uiteindelijk toch met een prachtig protocol goedgekeurd door de veiligheidsregio. En wij hadden zoiets, nou dat gaat er goed uitzien. Dus alles geregeld, spelers weer, iedereen weer aan boord, het oefenprogramma. Tijdens het oefenprogramma zagen we natuurlijk al dat er dingen fout gingen. Het werd een beetje rommelig. Fout qua? Nou ja, wij moesten bijvoorbeeld in 1 week tegen Brussel uit en thuis spelen. En dan blijkt ineens dat er niet meer gereisd mocht worden naar België, maar de Belgen ook niet hierheen. Nou, dan begin je al een beetje te schuiven. Op een gegeven moment hadden we ook nog iets met een wedstrijd in Weert die niet doorging. Dus het werd een beetje rommelig al. Maar goed, we zijn begonnen. Daar waren we ook heel blij mee, zonder publiek. En dan komt er uiteindelijk de mededeling, je moet stoppen. En dan kom je eigenlijk in zo'nzelfde soort proces weer terecht. Van, nou, misschien kunnen we over 4 weken toch weer starten. Misschien over 6 weken. Nou, misschien wordt het 1 januari. Mogen we het? Nou, en dus alles blijft eigenlijk toch een beetje aan boord. Want op het moment dat je spelers echt wegstuurt, dan is het maar de vraag of je weer snel en op het juiste moment je ploeg compleet kan krijgen. We hebben natuurlijk wel op alle mogelijke manieren aan kostencontrole gedaan. En we hebben ook als club natuurlijk gekeken van welke overheidsregelingen we gebruik kunnen maken. In de hoop dat we daarmee het zaakje toch financieel ook overeind kunnen houden.
Net zoals eigenlijk alle bedrijven in Nederland hè, die daarvoor in aanmerking komen. Ja, absoluut. En wat Geert zegt, wij zijn natuurlijk een branche die echt helemaal moesten stoppen. Dat heb je met de evenementen en horeca gezien. En er zijn natuurlijk branches die toch nog redelijk door zijn gegaan. En sommige branches zijn zelfs er enorm van geprofiteren zelfs. Hoor ik hiermee zeggen, Marcel, doordat er aan de ene kant onduidelijkheid was, maar ook weer was van ja, misschien kunnen we over een paar weken weer. Betekent dit dan toch ook dat het lukt om sponsors ja, toch te blijven binden? Of zie je daar toch... Nou, kijk, je maakt afspraken met sponsoren. Die liggen allemaal vast in contracten. En wij kunnen een deel van die afspraken, op het moment dat je niet speelt, kunnen wij gewoon niet nakomen. En dan hoop je dat je sponsoren zien dat dit volledig buiten onze invloedssfeer ligt. En dat iedereen je door zo'n periode probeert heen te helpen. En natuurlijk, wij proberen op alle mogelijke manieren daar zelf ook van alles aan te doen. En ook het contact te houden. We hebben volgende week nog een leuke actie richting de Business Club. En staat achter jou. Mensen kunnen het niet zien, want dat is een heel mooi scherm. Eerst achter, maar daarachter staan allerlei hele mooie dingen, heb ik gezien. Ja, dus daar gaan we de sponsoren mee verrassen. Mooie actie richting de Business Club en ook de band vasthouden met je sponsors. Ja, maar ook het feit dat we allerlei activiteiten natuurlijk wel opgetuigd hadden, maar die uiteindelijk niet door konden gaan. En als je niet speelt, is het natuurlijk ook heel moeilijk om, laten we zeggen, commerciële gesprekken aan te gaan. Omdat je op zo'n moment eigenlijk de tegenprestaties die je graag zou willen bieden, niet kan bieden. Dus dat schuift ook allemaal een beetje vooruit. En daarom zijn we ook extra blij dat we 16 januari weer kunnen beginnen. Want we kunnen in ieder geval weer iets laten zien. Hè? Nog niet alles zoals het is, maar we gaan weer bouwen. Absoluut. Kunnen de club, maar ook de sponsors weer flink in de picture brengen. Ramses zei het volgens mij al, er wordt nog gekeken naar de detaillering van precies het speelscherm. Dus ik denk exact de eerste wedstrijd van ZZ Leiden is nog niet helemaal bekend. Hè? Dat waarschijnlijk 16 januari, maar of het bijvoorbeeld uit of thuis is, dat zijn jullie ook dat nog bezig waarschijnlijk. Nee, dat weten we niet. Dat zal waarschijnlijk dit weekend duidelijk worden. Staat voor de deur. Er is een nieuwe oude speler aangekondigd, hè, Marcel. Carrington Love, een oude bekende. Ja, prachtige momenten heeft beleefd. Wij hebben natuurlijk met de intocht van de toenames van het aantal besmettingen toch werden wij geconfronteerd met spelers die dat toch beangstigend vonden. En heel graag naar huis wilden. Twee Amerikaanse, jonge jongens nog. En op zo'n moment, wij hadden niet het vooruitzicht van hoe snel zou het beginnen. Dus laten we in ieder geval zorgen dat we de ploeg weer compleet krijgen. En wij zijn ontzettend blij natuurlijk dat Carrington Love, die vele Leidenaren wel kennen. Zeker van het moment van de halve finale tegen Zwolle. Maar niet alleen dat. Wij zijn in ieder geval blij dat Carrington terugkomt naar Leiden. En misschien kan ik dat nu ook alvast melden. Ja, ik hou nog heel even de spanning aan. Want we gaan werken naar een mooi punt toe. Even ook Geert, ook heel mooi dat jij het. We gaan straks met jou, wat ik al zei, het ook over Carrington hebben. Wat voor type speler is, wat gaat hij brengen bij de ploeg? Ik maak even in dat stukje met Marcel af. Want inderdaad, Carrington Love hier, prachtige buzzerbeater gemaakt. Goede ervaren point guard. Maar is er nog meer spelersnieuws? Ja, zoals iedereen heeft kunnen lezen vorige week, dat ook BJ Stith is vertrokken en niet terugkomt. En die hebben wij vervangen. En dat zal vanavond en op dit moment dus bekend worden dat Giggy Potts is aangenomen. En die zal de ploeg komen versterken. Als mensen heel snel willen googlen, Giggy, hè, met G-I-D-D-Y en dan Potts, P-O-T-T-S. Zoiets. We gaan het straks met Geert over hebben wat die zou kunnen brengen in het team. Dus dat is vers van de pers. Absoluut. Hartstikke mooi. Dus wat dat betreft de ploeg weer compleet of in ieder geval de vertrokken spelers weer aangevuld. Met deze groep gaan wij het voorlopig weer doen. Ja, hartstikke mooi primeurtje. Goed nieuws ook, verwacht jij nog qua werkvergunningen dat nog lang moet duren? Of, Normaal gesproken niet. Dat gaat tegenwoordig best redelijk goed, moet ik zeggen. Maar bijvoorbeeld werkvergunning konden wij niet aanvragen zolang het niet bekend was wanneer de competitie zou herstarten. Dus afgelopen weekend is dat bekend geworden. En vanaf dat moment konden wij weer werkvergunningen aanvragen. Dus nu is het wel even afwachten. Maar dat zal redelijk snel geregeld zijn, denk ik. Maakt het nog uit dat Carrington Love al in de EU gewerkt heeft? Of is dat weer verlopen? Of, nee, je zult opnieuw aanvraag moeten doen. Ja.
Marcel, nu we toch even over spelers hebben. Ik had het in het voorgesprekje met jou over ook topsporters als rolmodel. Hè? Ook in de maatschappij richting de jeugd. Hoe kijk je daar vanuit de club tegenaan en wat doen jullie daarmee? Nou ja, wij doen er zelf als club natuurlijk heel veel mee. Als je ons clinicsprogramma ziet op de pleintjes, op de scholen, bij de verenigingen, voor bedrijven. Dat zijn echt honderden clinics per jaar. Maar wij hebben altijd een bepaalde verhouding met de gemeente. De gemeente Leiden is natuurlijk niet ingesteld en ook niet echt voor topsport. Hè. Topsport wordt over het algemeen als commercieel gezien. En die moet zichzelf maar bedruipen. Maar er zitten natuurlijk enorme voordelen aan die topsporters. Als je die op de juiste manier inzet. En ik moet zeggen, dat is van de week bekend geworden. Dat er een COVID-radar van het LUMC is gelanceerd. En daar is Wordy de Jong als rolmodel gebruikt voor de jeugd om die radar te promoten. En dat is natuurlijk geweldig om op die manier de topsporters van je stad te gebruiken. En met name te gebruiken richting de jeugd. Om ze te laten inzien dat bepaalde dingen hartstikke goed zijn. En daarmee enthousiast maken om het ook echt te gaan gebruiken. Dus dat is misschien ook een oproep naar de gemeente. Wij staan ervoor open. Maak meer gebruik van onze toppers om bepaalde zaken voor de jeugd op een goede manier te regelen. En we hebben het ook gezien gewoon bij topbasketbal. De groei van de vereniging BS Leiden in de afgelopen jaren is enorm geweest. Je ziet het bij het rugby. De prestaties van het top rugby in Leiden. De club die ook groeit enorm. Dus investeren in topsport heeft direct grote effecten voor de breedte sport. Ja. We kennen Wordy de Jong als een creatieve speler binnen het veld, maar ook als een creatieve man erbuiten. Dus hij heeft ook heel veel volgers op sociale media. Dus ik kan me inderdaad voorstellen, ik heb het filmpje al kunnen zien. Het is net vanmorgen ook op de socials gedeeld. Ook van Zes het Leiden onder andere. Ja, dat is gewoon een heel lekker filmpje. Het komt ook authentiek over hoe hij het brengt. Maar dat, ja, hij bereikt, doordat hij al die volgers heeft, ook een hele andere doelgroep weer dan misschien de gemeente zelf. Dus ik denk dat er heel veel winst in zit. Ja. Ramses, we komen straks bij jou terug. Ik wil het met jou straks graag over de Benelink hebben, want daar is ook een hele hoop nieuws over. We gaan naar onze hoofdcoach, Geert Hamming. Heb je een huis kunnen vinden eigenlijk? Geert, in Leiden, Geert inmiddels? Of ben je nog Jans op zoek? Maar kom jij vanuit het oosten, toch? Zeker. Ik hoop zelfs dat hij niet op een neer gereden heeft. Dus ik heb een huis gevonden. Goed zo. Mijn zin? Ja, ongelooflijk naar onze zin, ja. Het is lekker dichtbij. Dus ik zit aan de hoek hiervan, deze plek eigenlijk. Fantastisch mooie stad en we realiseren ons wel dat we misschien maar kort hebben kunnen zien. Omdat ik ben natuurlijk verhuisd in coronatijd en alles is eigenlijk de hele tijd gesloten geweest. Maar het rondwandelen doet ons goed. Mooi, ja. Straks inderdaad als de cafés en de musea zo weer open zijn, hebben jullie mooie wat in te halen. Oké, museumpje. Mooi, Geert. Twee wedstrijden gespeeld, toen alles weer afgebroken. Marcel zei het al, ook de voorbereiding was natuurlijk niet eenvoudig. Durf jij toch iets te zeggen over een sportieve doelstelling voor de komende 5-6 maanden? Och, volgens mij vroeg je me dat ook in onze aflevering met zomergasten. Toen wist ik me daar omheen te burgen, denk ik. Dat probeer ik nu weer. Ik denk dat het nog een beetje vroeg is, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben blij met de toegevoegde spelers, in de zin dat ze pakken aan ervaring meebrengen. Waar BJ en DeJure goede spelers waren, maar in essentie rookies. DeJure natuurlijk echt een rookie en BJ dat die 5 wedstrijden gespeeld afgelopen jaar, zijn eerste jaar uit college. Die twee vervangen we nu met Carrington Love, die is al benoemd en besproken. Daar hoef ik niemand die nu zit te kijken al uit te leggen wat Carrington Love kan en wie hij is. Het is wel leuk dat je dus, sorry dat je even omringt. Ik denk dat onze regie even een leuk filmpje opstart met wat gave foto's van Carrington. Of misschien is het al gebeurd. Dus ja, dan loopt dat mooi. Ja, okay. Kun je toch iets vertellen over zijn manier van spelen en wat hij bij een team kan toevoegen? Nou, ik denk dat, dat is misschien toevallig, net werd een wedstrijd genoemd, volgens mij de halve finale play-offs tegen Zwolle. In een hele andere functie was ik toen in deze halve, volgens mij. Was je op Ziggo? Ja, volgens mij. Dat was live op Ziggo. En natuurlijk had ik Carrington toen al een paar keer zien spelen. Maar dat was een fantastische wedstrijd. En daarna heeft hij natuurlijk ook heel erg goed gespeeld in België. Afgelopen jaar Groningen. Tegen het einde van het seizoen, toen het stok gezet werd, werd hij beter en beter. Even wat problemen wil ik het niet noemen, maar
integratie, aanpassing, dingetjes die menigeen heeft als ze daar gewoon mee gaan. Maar natuurlijk, volgens mij, vanuit Groningen zijn beste wedstrijd was hier in de 5 mei al. Opeens, dat gebeurt ons helaas vaker, ja. Ik weet dat dus, hopelijk kan hij die wedstrijd vermenigvuldigen en herhalen hier meerdere keren. In dit geval dan zo'n publiek. Wanneer arriveren de jongens? Is het ongeveer bekend al? Ja, dat is bekend. Ik wil, ik wil geen grote privé dingen aan de klok hangen, maar er waren wat privézaken en de jongens komen wat later dan. Dan stappen we zondag op het vliegtuig, komen maandagochtend aan en gaan dan beginnen. Ja, oké. Okay. Nou, je foto's stellen of Kerkhof, dan hebben we dus ook een Guinea Pass, die niet veel meer kunnen doen dan googelen, maar volgens mij ook in Italië is gespeeld. Mm-hmm. Wat kun je over hem vertellen? Ja, dus, andere speler, ook een andere positie dan BJ. Het is een, meer een twee guard, maar een hele, hele sterke. Het is een beetje een. Mix van Levante Doherty, als je hem nog kunt herinneren, en Lance Jeter. Dus sterk, stevig, maar bewegelijk. Speelde, zoals je zegt, vorig jaar in Italië. Tweede divisie voor een team dat bovenaan stond, waar hij 17 punten per wedstrijd had. Hadden 4 wedstrijden verloren, is een winner. Ja, met zijn komst hebben we wat meer flexibiliteit, in de zin van dat Giddy en Worthy interchangeable zijn op beide posities. En daarbij wil ik nog zeggen van, dat we eigenlijk nog een derde speler erbij hebben. En dat is Luc. Die schijnt, meetrainen met het Nederlands team heeft goed gedaan. Waar BJ dus de 3 en de 4 kon spelen, hebben we nu Luc terug op de 4. En Giddy en Worthy op de wing natuurlijk met de andere spelers die we al hadden. En Carrington op de point. Ja, maar ze weten waarschijnlijk wel nu voor de inderdaad, hoe moest de eerste paar wedstrijden missen met een blessure, ja. Maar ook weer helemaal terug is. Ja. Wat was het dan in die mix ook bewust om te zeggen, we kiezen misschien een speler voor een iets andere positie dan BJ Stith was? Of toeval of hoe loopt zoiets? Ja, het is een combinatie van meerdere factoren natuurlijk. BJ hadden we eigenlijk gehaald op de 3, maar door het wegvallen van Luc, werd hij in een aparte rol gestopt in de zin dat hij in de wedstrijden opeens 4 moest spelen en de trainingen dat toch heel anders is. We hadden een beperkt aantal mensen op trainingen, dus we konden niet zomaar hem op de 4 laten trainen, dat was allemaal gecompliceerd. En dan met terugwerkende kracht ook, en dan een hele week op de 4 getraind en dan op 3. Dus waar we naar zochten was iemand die de 2 kon spelen, maar sterk genoeg was ook om 3 te verdedigen. Plus, en dat hoef ik hier niet om deze mensen aan tafel te zeggen, Worthy kan ook bijzonder goed de 3 verdedigen. Dus nu hebben we wat meer flexibiliteit en daar hebben we naar gezocht. Ja. Ja. Het is altijd gevaarlijk om alleen op beelden af te gaan, maar het viel me op inderdaad dat hij heel stevig is, krachtig, maar een beetje als gest toch ook bewegelijk. Ja. Maar ik had ook de associatie met het type Lens hier en weet natuurlijk hoeveel die heeft betekend in Nederland. Ja. Dat zou helemaal mooi zijn. Is het lastig voor jou, Geert, als coach om ja, je moet toch weer 2 nieuwe spelers inpassen, waaronder je floor leader eigenlijk, de Kerkhof of dat toch min of meer die rol hebben, denk ik. Mm-hmm. Hoe moeilijk is dat? Dat is niet makkelijk. Het is niet zozeer inpassen. Ik denk, als je, laten we even COVID helemaal weglaten, als je klaar bent in juni met de play-offs en in september weer moet beginnen, heb je 3 maanden pauze, iets minder nog. Dat hebben we eigenlijk nu ook gehad. Eigenlijk beginnen we nu met een heel nieuw seizoen. Ja, zeg maar oktober, januari als het ware. We hebben nu ook 2, als we 16 januari gaan beginnen, hebben we 3 maanden bijna niks gedaan. Dus in principe beginnen we een heel nieuw seizoen. We konden vandaag beginnen, maar door eerder omschreven omstandigheden gaan wij maandag beginnen. Dan heb je, wat is het, als ik daar hoofd doe, 24 dagen om klaar te stellen voor de eerste wedstrijd. En daar moeten we mee doen. En, is dat makkelijk? Dat is Joris een hele vraag. Mm-hmm. Nee, dat is niet de makkelijkste situatie. Maar ik ben benieuwd welke competitie opzet we gaan toepassen. Dat horen we allemaal zaterdag, hoop ik. En dan kunnen we denk ik ook gaan kijken welke oefenwedstrijden we kunnen gaan doen in die 3 weken. Want ik denk een soort spelritme is wel belangrijk. Want nogmaals, ja. Jongens, we hebben ons natuurlijk aan alle regels gehouden. En, wedstrijd is compleet weg, dus een paar oefenwedstrijden zou gewend zijn. Kijk, meteen naar rechts.
Absoluut. Okay. Volgens mij, voor ons allemaal hier, hoe meer wedstrijden, al zijn het oefenwedstrijden, hoe beter. Het moet alleen even geregeld worden. Maar nou, wordt ongetwijfeld daar gewerkt. Je noemde het al min of meer, eigenlijk begin je helemaal opnieuw en heb je eigenlijk een 3 maanden zomerbreak gehad, maar dan in de herfst. Wat hebben jullie nog wel kunnen doen? Hoe heb je misschien geprobeerd of ben je er wel of niet in geslaagd om toch dat gevoel van we zijn een team, ja, we gaan toch uiteindelijk weer spelen, daar willen we goed presteren om dat toch min of meer in stand te houden? Ja, weet je wat het probleem daar was? En dat is hetzelfde waar Marcel het net over had. Je weet niet hoe lang dit gaat duren. Kijk, we hebben nu 2020 hindsight en alles is super duidelijk. Maar 2 maanden geleden zaten we met het dilemma van, gaat dit nog 2 weken duren? Want toen had de wijze in Den Haag gezegd dat het 2 weken zou gaan duren. Of in ieder geval dan weer een persconferentie geherevalueerd zou worden. Dat is de rol, denk ik, herevalueerd. Na 2 weken zaten we weer samen. Moeten we ook binnen de club evalueren. En op een gegeven moment hebben wij hopelijk de juiste beslissing gemaakt, want je zit in een tweestrijd. Je moet aan de ene kant de spelers bezighouden in topconditie en je mag dat dan met 4 man op een veldje doen, maar 1,5 meter vasthouden. En dan heb je beperkt, zoals je weet, het beperkt aan de oefeningen die je maar kan doen. En heb je de afweging, ga je dat doen met het risico dat dat 2 maanden gaat duren en een soort dat het brein een mors wordt en een brain dead creëert? Wat vrijheid geven en wat meer pauze en dat we weer fris en vers beginnen aan wanneer we weer mogen starten. Natuurlijk was dat een beetje een gok, samen ook met Hof van Hoofd Technische Commissie tot in detail besproken en afgewogen. En wij hebben de keuze gemaakt om de jongens vrij te laten zijn in trainingsmethodes. En, natuurlijk hebben we de hal geopend voor ze, met alle respect. Betekent ook het karakter van die spelers, waar iedere keer allemaal aanwezig. Ja. Maar ik denk dat dat de motivatie en de hersenen fris houdt. En hopelijk, misschien, ja, ik hoop dat dat goed uitkomt. Dus zo hebben wij dat aangepakt. En, ja, er zit een mentale en fysieke kwestie bij. En, ja, beide is niet te voorspellen, omdat je niet weet hoe lang het gaat duren. Gelukkig is dat nu een heel stuk duidelijk, maar ik kan me er wat bij voorstellen. Het zou, ondanks dat de opzet nog verder wordt uitgewerkt van hoe gaat er straks gespeeld worden. Verwacht jij wellicht veel wedstrijden in wat kortere tijd en daardoor misschien toch ook best wel een behoorlijke belasting op de selectie? Of is dat via een issue? Ik denk omdat om 2 redenen denk ik dat wat mindere wedstrijden, natuurlijk wil ik iedere tweede dag spelen. Ja? Want we doen dit niet op de trainer, we doen dit om de wedstrijd te spelen. Maar je wil wel heel hard het einde van het seizoen halen en de play-offs beginnen. Ik denk dat 2 dingen belangrijk zijn. En in deze misschien verstandiger is om minder wedstrijden te spelen. Om 2 redenen. Ik heb net aangeduid dat we maar 24 dagen hebben ter voorbereiding. En om dan een seizoen in te duiken met 2 wedstrijden per week is misschien niet wat snel. Ja? Dus dat zou een legitieme reden kunnen zijn om met wat minder wedstrijden dit seizoen toch een goede vorm te geven. En het tweede is, we kunnen wel nu, we kijken naar rechts helemaal, en we kunnen wel 2 wedstrijden per week ingaan. Maar wij zijn het enige land dat niet gebasketbald heeft in de afgelopen 2-3 maanden. In de andere landen zien we dat links en rechts wedstrijden overnieuw gespeeld moeten worden of nieuw ingedeeld moeten worden. Als je al een schema hebt dadelijk met 2 wedstrijden per week, dan zijn die wedstrijden niet in te plannen. Dan dus geen slack, zeg maar, op als er een keer een wedstrijd. Dus ik heb erbij zitten in de kant en ik heb er waarschijnlijk ook veel minder lang over nagedacht dan de heren aan de rechterzijde hier. Maar ik denk dat je ruimte moet laten voor dagen waar inhaalwedstrijden gespeeld moeten worden. Overigens wil je er iets over zeggen? Of zeg maar, we zijn er al mee bezig. Ja, dit is iets om mee te nemen. Dit zijn argumenten. Kijk, er zijn argumenten die hier genoemd worden, die meegenomen worden in die overweging. En natuurlijk, allereerst is de zorg gezond dit seizoen afmaken. De competitie gezond houden, de ploegen gezond houden, financieel, economisch, sportief gezien. Het is al natuurlijk een gebroken seizoen. We hebben het al heel lastig om sponsors, fans aan ons te binden. Die hebben ook problemen door corona. Niet allemaal, maar we zien toch. De zorg is nu vooral met elkaar de schouders eronder zetten. Als eenheid naar buiten treden.
En iedereen is belangrijk in deze competitie. De ene ploeg heeft wat meer voorsprong als het gaat om breedte van de selectie, om mogelijkheden om misschien wat sneller op te starten. De andere ploeg hebben iets meer struggles. Dus we kijken gewoon in de breedte wat is het beste voor iedereen. Om de juiste pace te vinden van de competitie. Om daar wat rust in te hebben voor het Europese avontuur van Donar in Den Bosch. Dan hebben we nog een window van Oranje, niet te vergeten. Dat was een zeer belangrijke window waar ze zich met één wedstrijd kunnen plaatsen. En de jongens hebben geweldig gepresteerd. Zomaar vanuit de bubbel, zonder weinig ritme, daar een mooie wedstrijd in neerzetten. Dan hebben we nog een idee over. De NBB heeft de basketbalcup natuurlijk dit jaar niet door laten gaan, want daar doen amateurteams aan mee. Maar we hebben een idee om iets met de beker te doen, nog in een week. Dus er zijn dus mooie ideeën om in te plannen. Maar we moeten daar rekening houden met de verplaatsingen. We moeten realistisch zijn. Dus ja, het welzijn van de teams, spelers in onze omgeving en vooral hoe komen we straks weer richting 21-22 naar de competitie is eigenlijk nog wel veel belangrijker. Het gaat hier over gezondheid in de breedste zin van het woord. Precies, en ook op het basketbal en gezondheid in het seizoen, wat je al noemde, 21-22. Niet alleen om dit seizoen alles maar in elkaar te proppen, hè, van het moet op een bepaalde manier, maar ook hoe kunnen we het seizoen daarna hopelijk ook normaler en ook gezond weer verder gaan. Ja. Maar daar wordt gewoon een heel verstandig besluit over genomen met elkaar. En ik denk dat tot nu toe heeft het basketbal in Nederland, althans de Dutch Basketball League, heeft aangetoond dat we in ieder geval steeds proberen niet reactief te zijn, maar proactief. Dus te anticiperen op mogelijke situaties die zich voordoen. Dat we in ieder geval wat plannen hebben liggen en scenario's. Nou, dat is altijd zo geweest tot nu toe. Ik denk dat we niet één keer achter de feiten hebben aangelopen. En ook in dit geval zijn we al vrij vroeg begonnen met het nadenken over de herstart. Maar we moeten daar nog wel een definitief besluit over nemen. Omdat ook protocollen bekend moeten worden. Uiteindelijk een datum vinden om te starten. Wat vindt iedereen redelijk? Hè? Kan je binnen 2, 3, 4 weken opstarten? Bouw je voldoende spanning op om wedstrijden te kunnen spelen? Begin dan niet meteen met een dubbele competitie in een week. Want we zien in andere landen om ons heen ook veel blessures. Ja. Door de overbelasting. Dus we moeten het gewoon met gezond verstand doen. En met elkaar. Ja. Mooi, dank je. Ja. Dat ter aanvulling op Geert's vraag. Ja, dat was wel duidelijk. We dachten dat meneer Hammink uitgebreide antwoorden kon geven. Maar meneer Braakman die is ook goed in vorm. Meneer Hammink, mag ik met u nog even terug naar toch de eerste twee wedstrijden? Want in oktober. Ook lastige voorbereiding, nieuwe spelers, 2 keer niet gewonnen. Wat neem je mee uit die wedstrijd? Je hebt ook een ander team nu. Hè? Je hebt Lucas terug, 2 nieuwe, met Kertenwal en Gilly Potts, 2 nieuwe spelers. Dus neem je er iets uit mee? En zo ja, wat? Oh, natuurlijk. We zullen deze voorbereiding heel anders moeten indelen dan de eerste voorbereiding van dit seizoen. In de zin de eerste voorbereiding. Een voorbereiding was op een seizoen van 7 maanden. Ja, en een x-aantal wedstrijden. Ja. Dan heb je meer tijd om je basis neer te zetten met het risico dat je wat wedstrijden verliest. En dan op die basis verder bouwen. Nu zal dat ongetwijfeld anders zijn. Welke format we ook gaan spelen. Het zal ergens in 4 maanden, misschien ietsje langer, gebeuren. Dus als je aan het einde wil pieken. Dan is dat einde nu veel dichterbij dan toentertijd. Dus ja, ik heb ervan geleerd. Er was van geen enkele kant, denk ik, paniek binnen onze club. We wisten waar we aan bouwden. Een basis en daarnaartoe 6 maanden werken en kijken of we iets het meeste eruit konden halen. Dat moet nu anders, dat moet nu versneld. Teams die Europees spelen hebben dat ieder seizoen. Die komen in een pool te zitten waar ze meteen moeten pieken om wedstrijden te winnen om naar de tweede ronde te komen. Als je alleen Nederlandse competitie speelt, heb je wat meer de tijd. Nou, die 2 wedstrijden hebben wij verloren toen, maar we waren bezig dingen aan het bouwen. Een fundament, dat moet nu. Deze keer moet dat anders. We zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje als waren wij een Europese avontuur aangaan. Je moet er meteen staan, denk ik. Ja, ik snap het verschil. Ja, dankjewel Geert. Gelukkig ook nog lekker over spelers en de 1 en de 2 en de 3 en de 4. Jij zult dat ook gemist hebben, denk praten. Ik, of niet? Pardon? Jij zult dat ook gemist hebben. Ja, enorm. Ja. Ik leef altijd zo, ook naar avonden zoals dit, maar ook naar livestreams.
daar kan ik een hele week alvast de voorpret over hebben. En, gelukkig gaat het er weer komen. Marcel, we gaan zo over die livestreams nog even met jou verder. Maar ik wil eerst graag nog even naar je buurman, naar Ramses, namens de Dutch Basketball League. De Benelink al even genoemd. Ja. Ramses, er komt een Benelink die gaat starten na de zomer. Er is ook uitgebreid over gecommuniceerd een bepaalde opzet. Dit is misschien mondeling niet heel makkelijk om uit te leggen. Maar probeer het toch. Kun jij die opzet, de manier van spelen binnen de Benelink, de belangrijkste dingen daar uithalen voor ons? Ik zal proberen kort en duidelijk te zijn in dit geval. Maar voordat ik daar aan begin, is het toch wel belangrijk te melden dat het echt een historische stap is voor het Nederlands basketbal. De kansen die het ons biedt als basketbal om door te groeien, verder te professionaliseren en naar een veel groter achterland, 30 miljoen mensen. Wat ook een veel aantrekkelijke competitie gaat worden voor de jeugd op lange termijn. Ik denk dat het de aanzuigende werking moet krijgen. Ook voor spelers die nu overwegen naar het buitenland te gaan, om dan toch in de competitie te verkeren zoals ze die opbouwen. We moeten ook daar een lange termijn visie bij hebben. Het zal het eerste jaar niet direct zijn wat we misschien wel allemaal hopen, maar je moet dat de kans geven om een aantal jaren op te bouwen. Mm-hmm. Maar wat er neergezet is, is fantastisch. En er wordt al 30 jaar over gesproken, heb ik begrepen. En vaak gaat dit soort dingen om gewoon ook dan eens een keer besluit nemen om het haalbaarheidsonderzoek te doen. Nou, we hebben dit heel gestructureerd aangepakt. We zijn anderhalf jaar bezig. We zijn begeleid door een professionele club die daarin gespecialiseerd is op basis van econometrie. Dat is dus data gecombineerd met sportieve modellen, commerciële modellen. Wat is het beste format voor fans, voor sponsors, voor commercie, voor de clubs? Hebben we in elke ronde zoveel mogelijk spannende wedstrijden? Dat waren allemaal de uitgangspunten die we hebben meegegeven bij het formeren van zo'n competitie. We zijn een verloving aangegaan eerder, waar de clubs hebben gezegd, ja, wij zien het allemaal zitten. Ja. Maar nog wel moet er gewerkt worden aan bepaalde randvoorwaarden. Nou, daar zijn 6 teams heel hard aan gewerkt. 6 werkgroepen zijn de afgelopen 5 maanden bezig geweest met commercie, met media, met refereeing, met licensing, met sportief, met finance. Dus om maar even aan te geven dat er voor zo'n besluit veel meer gaande is dan dat men misschien op eerste instantie denkt. En uiteindelijk ligt daar een model waarvan de clubs hebben gezegd, ja, dit zien wij zitten, unaniem. En dat is gewoon een fantastisch besluit voor het Nederlands basketbal. Laat dat even gezegd zijn. Nou, dan over het competitieschema. Ik raad jullie aan daar een video over te bekijken die ook op onze site staat. Maar ik kan het heel simpel uitleggen. Even om alle duidelijkheid ook en vragen die daarover zijn een einde te maken. We houden gewoon een Nederlandse gedeelte en een Belgisch gedeelte. Mm-hmm. Dat heet de Domestic League, zeg maar. We krijgen dus een Nederlandse kampioen en een Belgisch kampioen. En uiteindelijk strijden we ook in een cross-border format, zoals dat heet. Hè? Dus 2 landen format om de winnaar van de North-South competitie, ofwel de Beneliga. En dat is nog een heel duidelijk een werktitel, want het is niet de competitienaam zoals we die graag willen. En dus dat is een heel spannend format, waarbij in elke ronde eigenlijk wel spanning te verwachten valt. Want na de Domestic Leagues worden de landen opgesplitst in een golden pot en een silver pot. Ja. En de golden pot, daar zitten dan de top 5's in van beide landen. Die gaan allemaal 10 wedstrijden spelen en de rest komt in de zilverpot. Die gaan ook wedstrijden spelen onderling. En uiteindelijk gaan die dan play-off spelen, zowel thuis voor de domestic competitie als in het Beneliga model. Mm-hmm. En het allerleuke is, als je nou een afvaller bent van een play-off wedstrijd, kan je alsnog instromen in een soort verliezersronde om alsnog je te plaatsen voor de play-offs in de Beneliga. Dus het is niet meteen einde oefening. En dat maakt het heel leuk voor alle ploegen in de competitie. Absoluut. Nou, en dat is eigenlijk het innovatieve aan dit model. Ik ben daar super enthousiast over. En ook enthousiast over de wijze waarop we het basketbal denken te kunnen gaan hervormen. En ook dat is een ding waar heel lang over wordt gesproken. We zien clubs heel goed bezig met social media en alles. Maar we willen echt de generatie Z aan gaan spreken. Dus er zijn hele mooie ideeën over hoe wij met jeugd content gaan creëren, met misschien wel hogescholen samen gaan werken. We willen eigenlijk onze league-naam laten verzinnen door de fans. Dus we hebben echt hele mooie ideeën.
Maar de komende maanden moet er keihard gewerkt worden. Het besluit is nu genomen. En de komende 3 maanden wordt er door een interim bestuur en een league manager, dat is de huidige league manager van de Belgen, Wim van der Keren, wordt er gewoon gewerkt aan de dingen voor te bereiden. En dat betekent dus ook dat het commercieel helemaal dicht moet zijn. En dat is nog eigenlijk de... we hebben een zogenaamde mogelijkheid om het nog niet door te gaan als we het niet risicodekkend krijgen met commercieel geld. We werken ook, en dat is dan, dat besluit ik mijn verhaal over dat deel. We gaan werken met een vaste staf. Dus dat betekent dat er gewoon een competitiebureau komt, een management. Daar zijn 7 FTE's voor ingerekend. Dat kan tussen de 5 en 7 FTE's. Want het is gewoon werk. Dus we hebben een league manager straks, commissioner. We hebben iemand die de organisatie van de competitie bezig is met commercie en met communicatie, social media. Dat zijn mensen die allemaal vast in dienst komen van de organisatie. En tot nu toe doen wij ons werk in de DBL als bestuur en dat zien we ook bij de clubs nog wel af en toe met veel vrijwilligers. Wij doen dit als vrijwilliger en het is gewoon werk. Ik merk het ook zelf, hè, de afgelopen 6 maanden, het is, ik wil haast wel zeggen, een dagtaak. Gelukkig ben ik in de gelegenheid dat ik dat kan organiseren, maar het is eigenlijk niet een gezond model voor de toekomst. Heer. Ja, dus ik wil een aantal dingen uithalen, maar dat gebeurt niet zo. Ja. Twee dingen wilde ik eruit halen. Ja, dus, tuurlijk. Je zei inderdaad om het commercieel passend te krijgen en je schetste van oké, we gaan echt werken met professional. Die kosten terecht geld, die leveren ook geld op. Maar bedoel je dat er ook mee van we gaan dus kosten maken als league om het goed neer te zetten? Ja. Ja. Kunnen we die op zijn minst dekken of we wat aan overhouden? En nou, is daar nog onzekerheid over? Of? Nou, er zijn wat principes die gelden. We willen sowieso het geld dat we overhouden weer steken in de ontwikkeling van de league. Dat is een principe. We willen zoveel mogelijk zorgen dat de clubs niet te veel hoeven te investeren. Dus het moet vooral uit de markt komen. En we hebben heel veel vooronderzoek gedaan en we hebben 3 scenario's. Zeg maar een somber scenario, een realistisch scenario, een positief scenario. En we gaan continu in alle modellen uit van het sombere scenario. Dus het kan alleen maar meevallen, denk ik, straks in de praktijk. Dus ja, het is een lastige tijd door corona. Maar we merken nu al door de aandacht die we als basketbal krijgen. En het gevoel bij potentiële sponsors van hier zit echt wat moois aan te komen. Want we hebben echt met deze sport iets fantastisch in handen, wat andere sporten niet hebben. En dat is de juiste connectie met de straat, de credibility, de jeugd. Maar ook het probleemwijken waar je met basketbal ongelooflijk veel kan doen. Het is interessant voor fashion brands, voor brands die zich met name jongeren willen identificeren. En we laten daar heel veel dingen liggen als basketbal. Dus ik denk dat een geweldige topcompetitie in de vorm van... het samenwerken tussen Nederland en België daar een grote bijdrage aan kan leveren. Ja. Tweede punt wat je onder andere noemde, even checken of ik het goed heb begrepen. Mm-hmm. Het is zo inderdaad dat we zitten nu met 12 DBL-teams bijvoorbeeld, hè, in België. Vergelijkbaar aantal schat ik zo. 10. Al die teams gaan dus meedraaien ook in die Benelink. Ja. Mits ze dat willen, neem ik aan, maar goed. Ja. Toch, er is niemand die zich moet plaatsen of wat dan ook. Je komt in de gold of in de silver. Huh? Naar je domestic. En of je nou met alle respect aan of je nou Almere bent of Groningen. Ja, klopt. Ja, ja. Maar je moet je wel inschrijven. Hè? Dus, je hebt dus eventueel de optie om te zeggen. Ja, we hebben natuurlijk ook in het plan zitten dat we de komende 5 jaar opgroeien. Wat we de afgelopen jaren in de DBO ook structureel hebben gedaan, is eigenlijk steeds de eisen verzwaren voor het te kunnen inschrijven. En dat zijn eisen die liggen op sportief vlak, die liggen op organisatorisch vlak, op commercieel vlak, op hoe je je bedrijf hebt georganiseerd of je vereniging. Eisen er rondom bestuursleden, dat soort zaken. Dus dat zijn allemaal dingen, de speellocatie, daar zijn eisen voor gesteld. Mm-hmm. En ieder jaar worden die eisen ietsje zwaarder. Dus we willen ook continu werken aan een versterking van de clubs. Om uiteindelijk natuurlijk daar een heel erg gezond plaatje te krijgen. En we zien dat eigenlijk de Duitsers zijn ons voorgegaan. In Finland zien we daar eigenlijk een best een mooie case. Maar de Duitsers hebben eigenlijk continu jaar in jaar uit geprobeerd de league te versterken door de eisen te verhogen en het commerciële model te versterken. Dus je moet wel willen inschrijven. Dat is een eis, maar ons model voorziet erin dat we tussen de 8 en de 12 ploegen aan beide kanten
Of we nou met 9 en 11 spelen, of 10 en 9, of 12 en 12, dat is allemaal mogelijk. Dat past allemaal in het format. In het format. Ja, dat biedt ons ook de nodige flexibiliteit. Waarbij we dus dat geweldige systeem kunnen blijven spelen. Ja. Ja, Marcel, mag ik jouw reactie namens het bestuur van Zorg en Zekerheid Leiden op het aanstaande starten? Ja, nou ja, ik ben hier van voor het begin al bij betrokken. En altijd al een voorstander geweest van het minder kwetsbaar maken van het Nederlandse basketbal. En dat betekent eigenlijk die samenwerking met die Belgen. Dat wordt een verdere professionaliseringsslag, maar we worden er ook veel minder kwetsbaar door. Zowel in België als in Nederland. Mm-hmm. En ik kan niet wachten, want mij mag het morgen beginnen. En er zit een goed team van mensen omheen. En ik heb er ook heel veel vertrouwen in dat het gaat gebeuren. Dat we echt een heel mooi nieuw competitieschema gaan krijgen met heel veel spanning. En wat Ramses zegt, we moeten wel een nationale kampioen in Nederland en België krijgen. Dat heeft ook te maken met Europacup plaatsen. Dus vandaar, maar ook de mengeling. Ik denk dat we echt een hele mooie tijd tegemoet gaan. Wat bedoel jij met minder kwetsbaar worden? Nou ja, kijk, je moet het zo zien. Wij hebben, en dan praat ik nog niet zo lang geleden, toen ik interim voorzitter was, hebben wij een zomer van gehad. Van de DBL, hè? Ben jij lange tijd? Van de DBL. Ja. En toen hebben we een zomer gehad dat we even een moment hebben gehad van jongens, als het zo doorgaat, spelen we straks met 5 ploegen. En een competitie met 5 ploegen, jongens, dat is een drama, dat is geen competitie. Door samen te gaan met de Belgen heb je in ieder geval een veel groter draagvlak. En al zouden er, wat we niet hopen, maar al zouden er ploegen afvallen, dan ben je als competitie nog steeds een hele mooie competitie. Ja. En ik denk dat dat ook een groot voordeel is van het samengaan met België. En wat Ramses zegt natuurlijk, het marktgebied veel groter, veel aantrekkelijker. Het gaat ons ook een andere categorie sponsors opleveren, omdat we kunnen iets meer bieden. Dus, en dan nog met een goede accommodatie, zeg ik er altijd maar bij, dan gaan we ook weer meedoen in de Benelink om de prijzen. Mag ik je daar dan, je triggert me, want ik zag het veld waar de hal zou komen, wordt momenteel afgegraven. Betekent dat iets of is dat voorbarig? Nou, het betekent, kijk, die hal die gaat er komen, hier aan de overkant. Die gaat er komen. Daar zitten wel wat beperkingen in. Hè? Het Nederlands team zal er nooit spelen. En als wij ons kwalificeren voor de poolfase van de Champions League, zullen wij er ook niet meer spelen. Dat is een enorme blunder en een gemiste kans van de gemeente. Maar goed, daar moeten we het niet meer over hebben. Dat is geweest. Dat is een passeerd seizoen. Maar die hal, die gaat er komen. Ja, mooi. Ja. Ja. Laten we hopen dat die graafwerkzaamheden op vrij korte termijn worden doorgezet in bouwwerkzaamheden. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Geert, vanuit sportief oogpunt, hoe kijk jij aan tegen de Benelink die na de zomer gaat starten? Nou, wat raps is er. Ja, ik ben super enthousiast. Nou, kijk, ik denk dat je dat vanuit de coach en de speler kunt onderverdelen in 3 stukken. Het algemene, daarmee bedoel ik het meest simpele, zeggen van tegen goede teams spelen in de Belgische competitie, cross-border, ben ik helemaal voor. Dat is het simpelste. Ja. Daarna heb je dan, en ik wil nog een keertje refereren aan het filmpje, dat de Belgische collega's hebben gemaakt. Ik denk dat het heel, heel duidelijk en goed uitlegt hoe de competitie format in de Benelink, of de werknaam, hoe de league dan ook gaat heten, eruit gaat zien, is een fantastisch model. Dat is dus wat meer vanuit de coach en de speler, meer in-depth, waar je kunt kijken hoe dat allemaal gaat gebeuren. En als je dat filmpje 2 keer kijkt, want de eerste keer ben je verrast, en positief verrast, en dan de tweede keer kijk ik het met wat meer diepgang en kijken hoe dat allemaal dan gaat. Nou, zoals al eerder aangeduid, de kansen blijven. Er blijft het hele seizoen spanning. Als je ergens in de huidige formaat, weet ik wat, 6 van de eerste 10 wedstrijden verliest, dan worden de volgende 15 ook niet bijzonder spannend of leuk. Ja? Maar in dit format kan er allerlei schuivingen plaatsvinden en je blijft bezig. Nou, dat is het tweede gedeelte. En dan het derde gedeelte hebben we gelukkig als coach en spelers minimaal mee te maken. Als we Rams het over had met marketing en branding en organisatie en scheidsrechters. En goed, dat laten we dan aan de wijze heren aan de rechterkant van mij. En wij hopen daar alleen maar van te kunnen genieten en tegen de Belgen spelen, tegen de Nederlanders, die goede teams. En ik ben er helemaal van overtuigd dat dat heel positief is voor het basketbal. Ramses kaart kort aan hoe het in Duitsland is geweest.
Daar ben ik van heel dichtbij betrokken. Ik speelde zelfs nog toen Duitsland dat hele proces in gang heeft gezet. Dat was eind 90er jaren. En je zag ieder jaar dat, ik speelde met alle respect, speelde ik voor Berlijn. Maar de kleinere teams moesten zich aanpassen. En dat ging ook met gedeeld geld en bla 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 bla. En ieder jaar werd die competitie beter. En dat zit zo goed in elkaar nu in Duitsland. En ik denk dat we dit, de Benelux ook de kans moeten geven om te groeien. Niet verwachten dat het meteen het eerste jaar perfect staat. Mm. De Duitsers, we kennen de Duitsers, die hebben daar 20 jaar over gedaan. Ja, wij kijken of we het in 5 jaar kunnen. Ja. Wow. Ja. Ja. Mooi voorbeeld. Ja. Ja, en dat is ook nog wel mooi om te zien dat je... Ik had toevallig vandaag een oud-gediende uit het Nederlands Basketbal aan de lijn, die nog een heel mooi artikel gaat schrijven, als het goed is, voor de Telegraaf. Gare Sideris. En die vroeg mij naar de Beneliga natuurlijk. En toen had ik het ook even zo over het Nederlandse talent. We moeten beginnen bij de jeugd. En hoe gaan we straks de jeugd opleiden? Ja, ik ben daar positief over gestemd. Want je moet ook dingen willen veranderen. En dit is daar een onderdeel van. Een sterkere domestic league is gewoon heel aantrekkelijk. Omdat je dan je helden veel beter kan presenteren. En we hebben het al even gehad over voorbeeldrol van sporters. Kijk, in Nederland lopen wel jonge mensen met een LeBron shirt of duizenden, honderdduizenden bijna. En we weten uit onderzoek, en dat is ook de basis waarom we deze route kiezen, Nielsen rapporten. Dus het is heel interessant om te zien dat onder jeugd tussen 15 en 20 jaar is basketbal de tweede en respectief de derde populaire sport in Nederland en België om te volgen. En dat is toch wel heel opmerkelijk en dat biedt hoop voor de toekomst. En je ziet ook dat in de NBA natuurlijk steeds meer Europese spelers plaatsnemen. Dus ik denk dat Europa gewoon de cradle kan zijn voor topbasketbal. En wij moeten daarbij aanhaken als Nederland. Want we hebben hier fantastische jeugd. Alleen we moeten het gaan activeren. En, dus ik ben daar hoopvol gestemd over de toekomst. Ja, zeker. Dat delen we, dat is mooi. We gaan zo langzaam aan richting een afronding. Ik heb ook nog wat... wat mededelingen over dingen die nu de komende tijd nog aan gaan komen. En waaronder dus straks weer wedstrijden. Zoals altijd al eigenlijk was op een livestream. Marcel, kun je daar kort iets over zeggen? Want er is wel voor gekozen om daar een bedrag voor te vragen. Voor het kijken van de thuiswedstrijden van ZZ Leiden. Nou ja, kijk, het is eigenlijk ook weer heel simpel. Ik denk dat Groningen en Leiden... En Den Bosch, de wat grotere clubs, voor een belangrijk stuk ook afhankelijk zijn van resetters. Wij hebben dit jaar als Leiden zelfs geen seizoenkaarten verkocht. We spelen zonder publiek. En wij gaan in ieder geval voor de livestream een bedrag vragen aan de fans. Om daarmee ook een stuk van onze begroting uiteindelijk sluitend te krijgen. En ik hoop dat de fans daar enthousiast op zullen reageren. En ik verwacht het ook eigenlijk wel. En dus vandaar. Maar die livestream wordt eigenlijk ook verder geprofessionaliseerd. Je weet er zelf ook het een en ander van. En dat betekent in ieder geval dat wij bijvoorbeeld straks de businessclubleden een voucher kunnen geven. Waarbij zij in ieder geval binnen hun pakket gewoon ook nog de wedstrijden kunnen volgen. Zo zijn er allerlei toch weer maatregelen genomen om het, met name dat pakket aan tegenprestaties voor die sponsoren ook weer een stukje aantrekkelijker te maken. Ja, klopt helemaal. We doen dat onder andere samen met Icons, onderdeel van iWorks. En inderdaad, die hebben nu ook weer technische, de platform wordt steeds verder doorontwikkeld. Er zitten heel veel sport ook op. En er is nu inderdaad sinds kort ook een mogelijkheid om te zeggen, hey, als jij al de club steunt, bijvoorbeeld als sponsor, kun je gewoon inloggen. Maar in dat geval met een voucher, dan hoef je niet te betalen. Precies. En iedereen die wel betaalt steunt weer een klein beetje Nederlands basketbal. Promotie maken voor nog iets anders. Dat is morgenavond om 8 uur live te volgen. Dat is namelijk namens de Blauwe Brigade. Dat is de supportersvereniging van Zorg en Zekerheid Leiden. Er wordt een hele leuke pubquiz gelivestreamd. Waarmee je kan meespelen. Of je kijkt gewoon dat je stiekem meedoet. Maar je kan ook echt meespelen. Meld je aan mensen. Ik pak even de camera aan. Op deblauwebrigade.nl. Dus met het woordje deblauwebrigade.nl als je nog wil meespelen. En hij is morgenavond om 8 uur. En mannen, ik weet niet of jullie dan zien als spelers, maar even als voorbeeldje ook voor de kijkers. Ik doe even één pubquizvraag. En die luidt als volgt. Daar wil ik ook een biertje bij. En daar heeft onze regie al een heel mooi plaatje van. Ja, inderdaad. Dat is een laffe spaatje blauw helaas momenteel. Ooit speelden er 2 broers
bij Parker Leiden. Hoe heten zij? Dan begin ik. Ik denk dat die voor jullie vrij makkelijk is. Ja, is het makkelijk. Maar voor Geert? Voor mij is het niet alleen niet vrij makkelijk, die is vrij onmogelijk. Om dan niet compleet als verliezer hier te staan, refereer ik even naar de leeftijd. Ik ben een jong. ik kon daar niet mee. Ik denk dat ik toen nog niet basketbal speelde of in het buitenland zat. Ik heb het onmogelijk kunnen volgen. Dat was rond 1980, dus toen... Speelde ik toen speelde 40 jaar geleden. Nee, ja. Toen speelde ik nog niet. Ja. Weet jij het niet? Jong? Nee. Waarom zit je te glimmen? Dan nu Marcel. De twee broers die bij Parker Leiden speelden, Marcel. Weet je ze? Ja, ik denk aan Stol, maar dat is wel heel oud. Hij komt even niet, oké. Okay. Ramses? Mitchell en Chris Plaat. Jazeker. Mitchell Plaat natuurlijk, de legende. Fantastische speler ook in het Nederlands team. Zijn broer heeft hier een jaar of twee. Ja, leuke gozer minder, maar, ja, zeker. Ja, nog clinic van beide broers gehad. Dus, kijk, dat vergeet je niet. In de jeugd. Ja, zeker. Nederlandse, Amerikanen en dat soort vragen om even een klein voorproefje op de pubquiz. Maar ook vragen van nu, vragen over de stad Leiden. Ook vragen die worden voorgelezen door onze eigen spelers. Dus de moeite waard. Laatste promootje is, dat begint aanstaande woensdag. Dat zijn de Classic Games. Dan gaan we op het YouTube-kanaal van Zorg en Zekerheid Leiden 3 legendarische wedstrijden uit de laatste 15 jaar opnieuw streamen. En daar kun je ook lekker bij chatten. En dat weer helemaal laten herleven. Ik verklap nog even niet welke 3 wedstrijden dat zijn. Maar dat zijn echt van die nagelbijters die nog een keertje de moeite waard zijn. En dan wil ik naar een echte afronding toe. Verlengingen. Dat zou zomaar eens kunnen dat er iets met verlengingen tussen zit. Vast. Klopt, Ramses. Marcel, mag ik jou, om ook onze kijkers en fans een hart onder de riem te steken, het laatste woord geven? Ja, dat mag zeker. Basketbal in Leiden is een avondje uit. En dat is een avondje uit voor onze vrijwilligers. Voor onze fans. Voor onze sponsoren. Het elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar die spanning en die sport, die topsport beleven. Ik heb het enorm gemist. Ik zie er naar uit dat we dat misschien nog dit seizoen ergens zouden mogen gaan beleven. Maar zeker volgend seizoen als het dan zo ver is. Ik hoop dat iedereen fantastisch mooie feestdagen met alle beperkingen, maar toch mooie feestdagen gaat beleven. En ik hoop dat we iedereen in goede gezondheid weer gaan zien. Tot volgend jaar. Dankjewel Marcel. Dan loopt nu de aftiteling. Dankjewel regie. Wij gaan onze, blijf toch alsjeblieft even zitten, onze microfoons afkoppelen. Dankjewel.